Ik denk dat het meer dan een fulltime baan is. Ja? Alleen is het een korte periode. Ik zou het ook wel kunnen vergelijken met een basketbal die op de grond ligt. Die moet stuiteren zonder dat je mag oppakken. Wat doe je dan? Geef je hem klappen. En als hij eenmaal een beetje stuitert, geef je hem op het juiste moment nog meer klappen totdat je stuitert. Het is precies hetzelfde verhaal. Op het moment dat je dat eerste momentum gekregen hebt van die mensen die dus in jou geïnvesteerd hebben, bedank ze. Zorg ervoor dat ze begrijpen hoe blij je met ze bent. Maar zorg er ook voor dat mensen daarbuiten doorhebben dat je een goede eerste start gemaakt hebt, zodat er weer nieuwe mensen binnenkomen. Dat is die klap die je geeft. En dan komen er nieuwe mensen weer. En dan moet je weer met iets nieuws komen. En elke keer weer dit momentum blijven vasthouden.